Catch Pokemon Go. Breaks into Area 51. Sir, this is government property. Where the fuck is Mewtwo? Het is de dag waarop mijn sokken matchen bij mijn pet. Look at him go. Look at this. Look at this. Goed. Genoeg over kledij en alle andere fratsen. Vandaag spreek ik over een onwijs belangrijk onderwerp uit de hedendaagse maatschappij genaamd Pokémon Go. Ja, ik kon het niet laten. Ik moest er een video over maken. Ik was gefascineerd van het hele concept van Pokémon Go. Ik ben al dagenlang op één aan het spelen met mezelf en niet met Pokémon Go. Nee, en ook niet met mezelf. Dat was een grap. Oké. Ik heb gewoon nog geen Pokémon Go op mijn telefoon. En ik vind dat niet erg. Ik vind dat ook niet fantastisch of zo. Weet je wat het is met mij? Ik moet altijd een beetje huilen van binnen als ik de Pokémon Team Song hoor. En dat bedoel ik dan positief. Ik moet altijd een beetje huilen van extreme emoties. Omdat Pokémon is life. Pokémon is life. Echt waar. Echt. Pokémon heeft me gevormd tot wie ik ben. Ik had kaarten en shit. Alleen nu is het tot een soort van extreme aandelenkoers van Nintendo Sky High Through the Roof shit gegaan. En het is fucking lijp. Of niet? I don't even know. Weet je wat het is? Ik heb het spel nog nooit gespeeld. Ik heb het niet op mijn telefoon. Ik voel me een soort van 60-jarige man die net een iPhone heeft en er gewoon niks op heeft staan. Omdat hij niet weet hoe het moet. Zo voel ik me nu. Terwijl ik op straat loop. Ik loop op straat. Ik was laatst in Groningen in de stad. En dan loop ik op straat en dan zie ik allemaal mensen. Maar echt in twee. Gewoon een mannetje en een vrouwtje. Gewoon vriendje en vriendinnetje. Met de telefoon. Met een powerbank in hun tas. En dan het kabeltje zo hierin. En dan lopen ze rond. En het enige wat ze doen is dit. Yes! Het is zo fucking ziek. Het is zo fucking ziek. Het is gewoon de generatie. Tijdperk waarin we met z'n allen als zombies op onze telefoon zitten. Hij is gestegen naar een level waarop we zelfs ons huis uitgaan. Om door middel van dit ding Pokémon's te vangen. Als een echte Poketrainer. Ik vind het fucking fascinerend. Ik vind het echt fascinerend. Iedereen heeft er zo fucking veel lol aan. En tegelijkertijd denk ik in mijn eigen hoofd, rot op met je Pokémon's. En dat is gewoon met alles. Alles wat zo'n extreme hype is. Alles wat in zo'n overvloed wordt gedaan. Komt op een level waarop je eigenlijk denkt van ja, rot nou even op met die shit. Want mijn hele Twitter gaat erover. Mijn hele Facebook gaat erover. Mijn hele YouTube gaat erover. Alles gaat erover. Deze video gaat erover. Zo erg is het. Dus ik denk bij mezelf, ga weg. Even. Ja, het is misschien een beetje tegenstrijdig. Aan de ene kant vind ik het fantastisch. Maar aan de andere kant is het zo fucking too much, gewoon soms een beetje, weet je? Want ik was uit eten met mijn broers en met onze vriendinnetjes. En weet je, ongeacht dat we de hele tijd zeggen, oké, laten we het gewoon niet over Pokémon hebben, gaat toch een helft van de tijd dat we met elkaar praten, gaat het over Pokémon Go. En ik speel het niet eens! I don't even play that shit! Ik doe het niet eens. En alsnog heb je het erover, want het is fascinerend dat iedereen speelt het. Echt, wow. Maar goed, jullie vragen natuurlijk af, Kelvin, waar de fuck gaat deze video heen? Nou ja, ik zat op het internet, zoals altijd. Mijn video's gaan eigenlijk altijd over het internet, want ja, het internet is de meest fantastische plek op aarde, dat is echt waar. Behalve de gym. Hier op Leidsplein heb je een Pokégym. Daar kun je Pokémon vangen en overnemen, strijden tot je sterft. Ik zeg soms zo fucking veel random dingen. In ieder geval, ik zag op internet allemaal memes. Allemaal hippe, leuke, grappige memes van Pokémon Go. En die wou ik graag eventjes, daar wou ik naar kijken. Gewoon jij kijkt mee, ik kijk ook. En dan gaan we lol hebben met elkaar en dan yes. Oké, in ieder geval, let's go. Ik kwam heel veel van die memes tegen. En heel veel van die dingen vind ik dan grappig. En sommige dingen vind ik niet grappig. Begin het met deze. I'm out here deployed in Iraq. Motherfucker, there ain't shit out here. Ja, dit is iemand in Irak. Is die... Dit is gewoon een soldaat die is in Irak. En die heeft het gedownload. En die denkt, godverdien, is gewoon helemaal niks. Why am I here? I want to go back. Die soldaat, die denkt niet eens, ik wil niet eens terug naar mijn familie en naar mijn vrouw en naar mijn kinderen. Dat maakt me helemaal niet zoveel uit. Maar de enige reden waarom ik terug wil is omdat ik hier Pokémon's kan vangen in Amerika. So soldier, after 5 years of working in Iraq, you wanted to go back real quick. Why was that? Was that to get back to your family? To get back to your mom and your dad and your kids and shit? No. I had a great time in Iraq, but I wasn't, no. So why did you get back then? You wanna smell the American air again? You wanna have some like burgers and shit again? No, that was not the reason, man. That was not my thing. Alright, so you just wanted to hear the American anthem again, right? No, that was not the reason, man. Alright, so what was the reason then? Why did you wanna go back to America then? Well, it was because of Pokémon Go, man. I mean, in Iraq, you don't have any Pokemon. Right here, New York City, you got a lot of them. So I was like, I need to get back real quick to catch some fucking Pikachus, right? Roleplay. Ach, stay out my territory. Nou, dit is een Breaking Bad meme-pje. Een Breaking Bad Pokémon crossover. Super grappig. Nee, niet helemaal. Ik vind deze niet heel fatsoen. Ik heb een bakkie op zak. Ik ben in de fatsoen met mijn squad en ze weten ik ben... Hey. We gaan door. Oh, dit is een filmpje. Oké. Okay.
Oh! Oh! Fuck it out! Die zag ik niet aankomen. Die was fantastisch. Die was echt fantastisch. Echt heerlijk was die. Tuurlijk, zielig voor dat beest. Was waarschijnlijk al dood toen hij aankwam. Dus boeien. Nou, dit is een squirrel die op een bank zit. Casting couch. I get it. Porno dingen. Heel grappig. Net iets te moeilijk voor mijn publiek. De volgende. Oké, okay, even een leuk grapje. Even een leuk tekstgrapje. Daar gaan we, oké? Okay? Let's go. At a club. Clubmuziek. Hey babe, put your number in my phone. Takes phone, opens Pokemon Go, gives myself all the Pokemon, hands back the phone and runs away. Jouw Team Rocket is blasting off again. Ik vind deze ook een beetje zielig. Ik vind deze echt sneu. Ik bedoel, deze jongen die wil gewoon een nummer. Die wil je gewoon even een keer bij je lurven grijpen. En het enige wat jij kan doen is fucking Pokémon shit. Come on, man. Catch Pokémon Go. Breaks into Area 51. Sir, this is government property. Where the fuck is Mewtwo? Area 51 is het meest onbekende en meest veiligde gebied van Amerika. Daar is dan Mewtwo en dat is dan leuk. Soldier. Soldier. This is a restricted war zone. But Mew's nearby. I'll cover you. Had even een beter plaatje. Kut me. Kut. Ja, ik vind het idee grappig. Alleen iedereen heeft het sowieso 20.000 keer gedaan. Sir, you can't go in there. It's an active crime scene. But there's a Pikachu in there! Ja, gaan we nou elke meme gewoon op deze manier doen? Zo van, iemand wil ergens heen en het mag niet. Maar er is daar een waardevolle Pokémon. Want als dat zo is, dan heb ik er geen zin meer in. Als dan ben ik gewoon klaar. Dan ben ik zin in. Dan doe ik gewoon deze doos op mijn hoofd. En dan ga ik gewoon naar huis. Wow, er zit hier een Pikachu in. Grapje! Pokémon Gog. Wow. Oh, fuck. Deze is echt wel lame. Deze is lame. Pokémon are for paying customers only. Fantastisch. Deze vind ik hilarisch. Wat ik alleen wel kan zien, is dat die is bewerkt. Het lettertype van Pokémon is anders dan het are for paying customers only. Waarschijnlijk stond die toilets, maar is veranderd naar Pokémon. Desalniettemin een redelijke meme. Ik geef hem een 5.8. Oftewel, net voldoende. Pokémon Go! Een dode vogel! Dierenleed! Fucking leuk! After an entire weekend of playing Pokémon Go, why do my legs hurt so much? Because you've never used them before. Oké, dit is even een Matrix-referentie. Nou ja, leuk. Ten tweede, het leuke aan deze meme vind ik dat het echt daadwerkelijk gaat over lopen. Dat is het mooie eraan. Dat is het goede van Pokémon Go. Is dat voor het eerst Game Freaks, mensen die echt eventjes helemaal wekenlang binnen zitten omdat ze Battlefield willen spelen, in één keer dit ontdekken en weten, shit, ik moet gewoon naar buiten om mijn Pokémon's te vangen. Dat is gewoon, je hebt toch dat vitamine DC probleem of zo, waarin kinderen tegenwoordig te weinig zonlicht en daglicht meekrijgen in hun lichaam, zodat het ongezond is. Dat is dit. Dit gaat het verhelpen. En wat er sowieso gaat komen, is dat Angry Birds gaat dit ook doen. Die gaan ook shit zo op straat doen. Allemaal van Digimon en shit, die gaan dit ook allemaal doen. Kortom, iedereen gaat naar buiten. Ik blijf gewoon lekker binnen zitten, filmpjes maken. Dat is mijn ding. Priest. Hi, my boy Oddish just came over here. It's about to be lit. Ja, deze vind ik grappig. Ik vind deze fucking... Oh, deurbel. Quinten! Quinten speelt Pokémon Go. Ja, als een wilde. Echt? Ja. Zijn er hier Pokémon's? Direct voor je checken. Gaan we Pokémon Go doen? Nee. Oh, shit, nee. Ik ga man, er gewoon... you cocked it, man. Ik ga er gewoon over lullen. Ah, die game is weer eens gecrashed. Dat doet hij echt. Ik ben Pokémon Go memes aan het checken. Ik wil het weten. Zijn er Pokémon? In the building? No, right now, no Pokémon. Kutspel. Ja, dan moet jij meer Pokémon zo neerleggen. Ah joh, ga lekker zitten. Ga lekker zitten op de bank. We gaan door met het kijken van Pokémemes. Jazeker. Ik had ze net uitgelegd. Ik ben er niet op tegen. Ik vind het een fantastisch fenomeen. Ik heb het alleen nog nooit gespeeld. Misschien dat ik het ooit wel ga doen. Pokémon, go for the UK and Canada. Snap je deze? Pokémon Go for the UK? Nee. Nee, ik snap hem niet. Oh, dit is zeg maar Snapchat. En dan de grap is van, oh, Canada en de UK hebben nog geen Pokémon Go, officieel. Ja. Dus moeten ze het zeg maar zo doen. Oh, denk aan een better. Maar Nederland heeft het ook nog niet officieel. Nee, dus Nederland valt er ook onder. Mewtwo inside! Ik vind deze niet grappig. Ik vind deze misschien wel... die staat in mijn top 3 van laagst grappig, minst grappige. Snap je wat ik bedoel? Jazeker. Misschien staat hij wel op nummer 1. Nee. Omdat ik ze nog niet allemaal heb gehad. Oké, weer een leuke tekstmeme. Mensen die weer woorden onder elkaar zetten om op deze manier comedy te veroorzaken bij pokertrainers. We gaan er weer voor. Oké, come over! I can't, I'm playing Pokémon Go. There's a Charizard in my backyard. Forrest Gump referentie. Ja, dit is gewoon een variant. Al die memes waarin chicks zeggen, yo, kom bij me. Nee, mijn ouders zijn weg. Dat is gewoon dit, maar dan met Pokémon. Leuk bedacht, zeker leuk. Ik geef jou een 7.9. Een 7.9. Speciaal voor jou, meme. When you get pulled over, but you gotta catch them all. Oké, deze is grappig. Deze is fantastisch.
Deze echt, deze. Deze is goed. This one I like. This is my level of comedy. Want je weet gewoon dat het op een level is van echtheid. I love it. Ik heb een buggy op zak. Come over, my parents aren't home. I can't. Why Snorlax block in the road? Weer gewoon zo'n meme. Gewoon weer dat. Describe who you're looking for. Short en het. Ik heb geen zin om deze te lezen. Ik heb geen eens zin om deze. Jullie mogen hem lezen. Hier, hij staat in beeld. Nou, leuk. Leuk meme. Politie dingetjes weer en zo. Ja, vrouw is op zoek naar iemand. Genaamd een Pokémon. Wow. Allemaal tekst meme. Me on a plane. We just passed Latios. Holy shit. Turns plane around. Ladies and gentlemen, your fight has been delayed because they found Latios. Isn't that crazy? Ja, weet je, het zou. Nu is het wel grappig. Het zou echt fantastisch zijn als het ook echt was gebeurd. Dan is natuurlijk de vraag van vandaag. Kun jij vliegende Pokémons in de lucht zien? Pokémon Go specialist Quinten, kan dat? Nee. Bedankt. Oké, dat is wel jammer. Zo sick als je gewoon in een luchtballon zat en één keer was er gewoon een leuke vliegende Pokémon bestaande. Charizard. Die zijn allemaal op de grond hier. Charizard staat ook gewoon op de grond. Ja. Charizard kan vliegen. Die kan overal ter wereld heen vliegen. Het enige wat hij doet is staan op de grond. Yes. Charizard, you changed over the years, man. Zubat vliegt wel. Echt? Ja, dat is zo'n vleermuis. Die vliegt wel echt. Zit hij dan op het plafond? Nee, die zit dan wel midden in de ruimte heen en weer te vliegen. Fucking lijp. Dat is goed. Oké, even een text message dingetje met je moeder. Where are you? Get your Pokémon! It is 3:50 AM! Sometimes only the good ones come out at night. Come on now! But I wanna be the very best no one ever was! Dat was het punt waarop jij even dat deuntje moest doen. Get them is Mario. Nee! Je moest zo doen. Pum, pum, pum. Maar dat geeft niet. Dat geeft niet, je had het niet kunnen weten. Ik bedoel, niet iedereen is zo'n fantastische Poketrainer als ik. Ik zit nog niet op een level. Je zit nog niet op het Poketrain level. When you see the Pikachu, but you're on the highway. Redelijk grappig, redelijk grappig. To catch them. The real magic of Pokémon Go is the way you look your creepily filming strangers when you're really trying to capture a damn Zubat. Geen commentaar. Employer, why do you want to work for us? There's a Blastoise in here. Where? Hou op met deze shit! Deze memes zijn overdone. Gewoon overcooked. Gewoon done too much. Too fucking much, oké? Overkill aan deze memes waarin iemand een baan wil omdat er een Blastoise in de ruimte is. Oh, iemand wil seks met iemand want er is een Blastoise. Oh, ik wil graag naar een pretpark. Oh ja, nieuwe achtbaan. Nee, een fucking Snorlax. I love Pokémon Go. I love Pokémon Go. Bulbasaur en dan net alsof die is van gebakken in stukjes. Wel leuk. Net niet leuk genoeg voor mij om te lachen. Maar wel redelijk leuk. Real talk though. Why is this Jigglypuff leading me to this unmarked white fan? Pokémon Go. Jigglypuff. Ik was vroeger verliefd op Jigglypuff. Jigglypuff was echt charismatische chickie. Gewoon. Jigglypuff was lekker. Die kon lekker zingen en shit. Oh. Met andere woorden, Pokémon Go. Misschien ga ik het ooit nog wel even spelen. Maar ik wil van jullie weten, spelen jullie het al? Ik ben benieuwd of jullie al helemaal verslaafd zijn. Dus laat het onder in de reacties weten of jij al helemaal gek bent van de Pokémon's en al dat shit. Dus abonneer op mijn kanaal. Mocht je nou nog tijd over hebben naast het spelen van Pokémon, dan kun je mijn filmpjes kijken. Dag! Nee! Oké, nu ga ik slapen.